manier bij het uitverdedigen erg moeilijk maakt. Te moeilijk. En hier alsnog de mogelijkheid voor Lievering. En nu ziet hij er wel in. Balletje met de punt van de schoen. Ingeschoten door Wang. De topscorer van Lievering in het afgelopen seizoen. Die zet na een kwartier voetbal Lievering op een 1-0 voorsprong. Die Ajax jongen die klein maken in de Was. Ronaldo. Wat gebeurt daar precies? De steekbal van Samuel. Van Tette. En Heet Chang Wang, de topscorer van het afgelopen seizoen bij Lievering. Is de man die zorgt voor 1-0. Bezorgt nu TT een ongemakkelijke bal. En dat betekent 2-0 voor Lievering. En een hele mooie. Ook nu is het uitverdedigen niet van al te beste kwaliteit. Hij had goed afgevangen dan super. En wordt dat Ajax fataal via de Zwitser? Want dat paspoort heeft hij. Oberlin. Prachtige goal. Onbereikbaar voor Sillessen. En ook nu is slecht uitverdedigen de oorzaak van deze treffer. Lijkt me gigantisch. Maar hij probeert het toch. En scoort. Hij doet dat heel vrij. Het is van een afstand waarvan je normaal gesproken niet mag aannemen dat iemand die het in één keer probeert succesvol is. Maar er zijn nou eenmaal voetballers die het wel kunnen van die afstand. En hij is er één van. 23 minuten voor tijd. Wat een trap. Wat een rare curve. Wordt die bal onderweg nog van richting veranderd? Het zou maar zo kunnen. Hoe dan ook. Hij zit erin. En Ajax verkleint de achter. Bezit de doelman wat meer tijd. En kiest hier voor een wel hele lange bal. En dat kan zomaar 2-2 opleveren. Sterker nog, dat wordt 2-2. Weer El Ghazi. Geen buitenspel. Binnen een minuut is deze jonge man er hoogst persoonlijk voor verantwoordelijk. Dat de 2-0 achterstand van Ajax wordt weggepoetst. En inmiddels staat het 2-2. Met dank aan de verre trap van zijn doelman Onana. Toegekopt door de licht. Die doet dat nog een keer. Dan komt er een schot van afstand. En dat zit er geweldig in. Daar valt voor Onana niet zoveel aan te herstellen. Een afstandsknal. En wat voor een. 17 minuten voor tijd. Komt Lievering opnieuw op voorsprong. Ook de tegenstander inmiddels een jonge ploeg geworden. Het lijkt Krabovac. Die de goal voor zijn rekening neemt. Hem valt niets aan te rekenen. Geweldig uithaal. Mogelijk dat hij iets te ver voor zijn goal staat. Maar dan nog, ook al staat hij op de doellijn. Moric. Ach, mooi balletje van de Beek. En het is 3-3. Klasse actie van deze man, die Ajax voor de tweede keer naast Lievering zet. Eerst kwam de ploeg van 0-2 op 2-2 via El Ghazi. Nu komt dit jeugdige Ajax van een 3-2 achterstand via Van der Beek op 3-3. En vanmiddag in de wedstrijd zijn Klaassen met een lichte blessure. Van Rijn met perikelen waarbij hij, terwijl het hier ook nog 4-3 wordt voor Lievering. Dat is zuur voor deze elf van Ajax. Berisha neemt de goal voor zijn rekening. Van Rijn dus met zijn transferperikelen
En Boer, die als derde doelman niet in actie hoefde te komen. In het eindsignaal valt de vierde voor FC Lievering. De redding van Onana ook door het midden is risicovol. Tellen we het op. De eerste helft van Ajax kwamen voor rust op een 2-0 achterstand.